Bastiaan Pelikaan en Rieke de Vlieger van de Eres Hogeschool Dronten spraken gisteravond de gemeenteraad toe. Zij vroegen aandacht voor hun school en vooral voor de noodzaak van goede studentenhuisvesting. De Eresgroep heeft bij die studentenhuisvesting het heft in eigen hand genomen. Vorige week werden er plannen gepresenteerd voor de bouw van 250 kamers op de campus in Dronten. Rieke de Vlieger vertelt dat deze plannen de laatste maanden in een stroomversnelling zijn geraakt. Dat komt omdat we al een aantal maanden gesprekken hebben gevoerd met een projectontwikkelaar die financieel zijn nek moet uitsteken daarvoor. En dan opeens dan ontstaat er een stemming van het gaat lukken, we gaan het doen. En dat is in de laatste weken pas gebeurd. Waarom doen jullie het niet gewoon zelf? Waarom een projectontwikkelaar? Omdat we geld krijgen, publiek geld, voor het uitvoeren van onderwijs en niet voor het bouwen van kamers voor studenten. Jullie gaan op korte termijn 250 kamers bouwen binnen een half jaar. Hoe gaan jullie dat doen? Nou, wij gaan het dus niet doen, hè? Er is een projectontwikkelaar die het doet. En die doet dat op zijn wijze, in een aantal fasen, denken wij. In een aantal gebouwen, dat hebben we ook met de omwonenden gecommuniceerd hoe dat gaat. En ik hoop dat in de loop van het najaar alles er gaat staan. En hebben we het dan over tijdelijke bouw of zijn dat echte degelijke, stevige stenen huizen? Dat zijn geen stenen huizen. Dat ziet er wat anders uit, maar het is degelijke bouw. Kunt u omschrijven hoe het eruit ziet? Het is één woongebouw waar flink wat kamers in komen. Ik denk dat daar vooral onze internationale studenten gehuisvest gaan worden. En het zijn 16 units waar per unit 12 studenten gehuisvest worden. En dat zijn hele keurige kamers met goed sanitair, goed geluidsdicht enzovoorts enzovoorts. En met die 250 extra kamers kunnen jullie voor het komende schooljaar uit de voeten? Ja, ik denk dat we daar zeker het komend schooljaar mee uit de voeten zullen komen. Ja, zeker. Jullie hebben de buren geïnformeerd. Hoe hebben die gereageerd? Nou, dat was voor sommige buren even schrikken. Maar we hebben ook een goed vervolgoverleg met ze gehad. We hebben afspraken gemaakt over nog ietsje opschuiven van een aantal units en een groene zone waar zij verder bij de uitwerking ook bij betrokken zijn. Ze hebben ook hun zorgen over het beheer, het toezicht. Gaan jullie dat zelf doen of gaat die projectontwikkelaar dat ook doen? Wij gaan het niet doen. De projectontwikkelaar gaat het niet zelf doen. Maar die schakelt een ervaren beheerder in. De laatste woningen die jullie gebouwd hebben, op de campus gebouwd zijn, zijn samen met OOV gebouwd. OOV was geen partner deze keer, die waren niet geïnteresseerd. OOV had geen belangstelling. U weet ongetwijfeld waarom. Nee, dat weet ik niet precies, maar ze hadden geen belangstelling. Nee.